Yo, en Spiro, ik heb vandaag, gaan we verder met Pokémon Heart Gold. Ja, zeker te weten. Moet ik kennen, niet waar. Zo, nou doet het wel. Goed, net had ik een black screen, dat is kut. Dus ik moet echt opnieuw beginnen, maar dat is een minuutje, weet je. Dat maakt niet uit, dat speel ik zo opnieuw. We moeten naar Sprout Tower en zit hierboven. Ja, mooi toren. Het is een mooi toren, het is zeker weten, een mooi toren, ja. Maar ik had dus een black screen toen ik op start drukte. Dus ja, vandaar. Ik moet eventjes goed eromheen zeilen. Want ik heb geen zin in een battle, want de hele toren zit voor mij helemaal vol met mensen. En hier moeten we eventjes Pokémon. Switch met de Zuko. En doe zo, en doe zo, en bam. Want deze heeft allemaal spelspraats. Dat weet ik, omdat ik hem net had gepest. En na deze gast ging dat fout weg. Nu zijn we er binnen een minuut. Net was het op 2 minuten zo. Toen kwam ik uit de bed met hem, toen keek ik even mijn das en toen was het van, oh hey, Jeroen, fuck jou, zwart scherm. Is van, oh man. Dus ja, vandaar. Bellsprout, hey, dat wist ik niet. Hè? Tackle, en hij moet hem 2 keer tackelen, gaat hij dood. Zie je, nu het geel en de volgende keer is hij dood. Hey, chill pill, knil sneeuw. What the fuck, Jeroen, ik heb geen idee. Ja, dat is natuurlijk super een effect, want hij doet leidend de gras aan gehandeld met vuur en dat is, ja, weinig. Attack, damage, zo, ja, maar zou je wel chillen. Ik heb een hele coole muis voor de mensen die nog wist en ik had eventjes een beetje staan. Het is het beste, dit is een klein beetje snel muis. Dus vandaag. Goed, I'm about to set Bellsprout, keep battling. Doe, waarom zou ik weggaan? Weggaan is voor watjes en ik ben geen watje. Ik wil hem level 10 hebben. Oh man, Zuko, meen je niet? Zuko, kill the beast. Kill the beast! Ja. Goed, neer. Nice. Nice, die man moet echt. Ah, oh, godverdomme. Kutbeest heeft hij ook. Oh, nee. Wil ik niet. Klik verkeerd. Godverdomme. Sprout. Bellsprout. Yes. Nice. Nog eentje en dan gaat mijn voor mij naar level 10 en dat krijgt de blijf me cool dat het level 10 is, want hopelijk leert hij dan een ember of zo of een andere vuur aan. Oh, dan heb je het hele toer zo neer, dan doe ik zo van dood en dat is gewoon chill, zo keihard de grond in gaan boeren. Dat lijkt me cool. Level 10 en ember, yes, ik wist het, gewoon de eerste vuur aanval die een Pokémon leert. Oh, je moet het naar je moeder sturen, je domme dankbaar kreng. Wow. En die beneden is ook wel. Check. Een paralysis. In ieder geval, als je paralyzed bent. Nou, deze gast kan je niet omheen. Moet je mee battelen. Dit is niet anders. Helaas. Nou goed, hopelijk heeft hij ook weer alleen maar Bellsprouts, weet je, dat chill zijn. Deze toer zit trouwens vol met Pokémon, maar die kom ik op een of andere manier niet tegen. Ja, oh een Bellsprout, oké. Bob dood, oeh, jammer. Jammer, pijn hè. Pijn hè. Zeker, dat dacht ik ook wel dat het pijn zou doen. Kijk dan. Yes. Yes, is nice. En... Ik ben niet bang voor die Bellsprout, jongens. One hit kill zero. Oh, Zuko maakt ze af. Lekker, hè, Zuko. Ja, zeker. Bling, level 11. Yes. Goed, chill. En dan gaan we nu naar boven. Woop. Schrijf hier bovenaan. Pokeball. Check. Geen idee wat de fuck dat doet, maar wordt hij daar sneller van of zo? I don't know. Oh, een Pokémon! De echte muur! En dit is vast een Muremon. Ah, kut. Wat vind ik zo even Pokémon? Vang werkt nooit. Ik heb 1 keer gevangen, dat is alleen maar toen
alle Pokémon's van Gen 1 wel vangen. Dus alle 151, maar er zitten maar 100. Oh, kut. Sneaky bastard. Sneaky bastard. Net buiten het zicht, hè. Op het moment dat je het ziet, is gewoon al te laat. Wat een sneaky trucje is dat, zeg. Zuko gaat wel echt lekker qua levels, hè. Echt zwaar lekker. Weet je, ik denk dat ik Zuko even anders moet gaan gebruiken. Van de trainmachine of iets anders. Dus doe naar Switch. Dan pak ik Spin Meneer. En dan switch ik hem net om en dan krijgen ze allebei evenveel XP. Ja, dus dan groeit deze ook gelijk. Want deze is bijvoorbeeld deze is namelijk niet zo heel goed nu. Die moet gewoon even wat getraind worden door ik alleen potion stim wat direct pijn doet. Dus dat doe je zo en dan switch je hem nu om. En dan krijgen ze allebei evenveel experience points. Verzoeken maakt het niet uit, het is toch lekker hoog level. Alleen, Spin Meneer niet. Dus nog Spin Meneer eventjes trainen. Dus nou allemaal neerhalen, weet je. Dat is gewoon zwaar chill. Zo, ja. Hoppakee. En Spin Meneer ook allemaal chill, boss. Nou, oh kut, nou klik op die battle, jammer dan. Goed, dan ga ik niet switchen. Want fuck jou, ik switch niet, YOLO. Ja. Wow. Nice. Goed, Goed, Pokémon. Switch en die en. Zo. Oké. Oh nee, een wilde Pokémon. Wat is dit voor wilde Pokémon? Het is een Rattata. Serieus. Ik was ook Sprout Tower. Dan denk ik dat helemaal volgezaaid is met Bellsprouts. Maar alleen die fucking trainers met Bellsprouts. Waar mag ik niet escapen? En dat wil ik niet zeggen, ja. Jongen. Oh man, meen je dit? Ja. Zal ik denk ik wel nodig hebben of zo'n ding. Waarschijnlijk kan je hier nou niet eens langs lopen. Nee, kan niet eens. Oh, fucking scumbags. Is niet leuk. En hier kan je waarschijnlijk wel hier langs lopen. En denk ik, oh, dat zijn we niet. Maar dan komt hij naar voren gelopen. Blokje weg. En moet je alsnog naar links lopen. En wordt je alsnog gebatteld. Waarschijnlijk is het zo'n scumbags. Let's do this. Fight. Nee, niks fight. Pokémon. Denk jij dat ik ga vechten met mijn Pokémon? Kom op, hé. Ik gebruik alleen maar Zuko. Go, Zuko. Ja, dat doet vrij weinig, hè. Oh, dat doet nog wel meer dan die andere. Nou, YOLO. Mijn Emma doet nog steeds fucking veel. Waarschijnlijk is het steeds een one hit kill. Dus dat is geen probleem. Doet hij zo. Echt no problemo. Spin me in level 8. Constrict. Maar is dat iets wat elke beurt weer terugkomt? Is dat sowieso zwaar chill als hij dat heeft? Weet je, zo. Dan krijgt hij elke beurt eraf. Dacht ik. Weet ik niet zeker, natuurlijk. Weet je, van mij kan je naar rechts langs. Nou, YOLO. Ik denk dat voor het hele gezin er links langs gaat. Dat denk ik gewoon. Goed, hartstikke de Batman, de Matsen, de Snatsel. En een Bellsprout en een Spin Meneer. Ik ga gewoon eens Constrict proberen, kijk wat dat doet. Auw. Dat doet heel veel pijn, nee. Was het een gras type of aan of niet? Nee, het is gewoon een normal type. Nou, nah, geen idee, het doet vrij weinig, zo te zien. Dan pak ik gewoon gelijk een zoekootje erbij en die wil branden. Al die stoma blindjes. En lam en dood. Is helemaal niet. Goed, Plop, level 12, yes. Dit ding gaat nog even weer voor de gym of zo. Dat is echt super snel hier, hé. Terwijl ik deze helemaal niet op zichzelf heb getraind. Het is gewoon van, oh, anderen zijn dood. Ja, hij is toch al ver. Nou, nah, laat ik hem zoeken dan maar afmaken, weet je. Hé, hey, is die Ginger? Hey, Ginger? Oh, dat bedoel, Willempje, hè? Hij heet Willem. Elder, you showed us what you've got, and it's
indeed good. Take this technical machine. However, you should care more about your Pokemon. The way you preach Pokemon can be too harsh. Remember, Pokemon are not tools of war. Villain? Calls himself the Elder, but he was no match for me. Sure enough, those who... Good verhaal. Oh, wat? Hij gebruikt ook gewoon alle items. Lol. Oké, ik weet zeker dat het voordeel heeft als eerst deze Pokeball pakken. Ik bedoel, het kan geen halen hebben. En escape rope. Oké, dat zal helemaal vast weer weggaan. Ik vind het trouwens wel leuk dat deze paal hier beweegt. Doe ik ook even melden dat ik het leuk vind. Vlak voordat ik hem wil battelen, mee in het serieus spel. Godsamme man. Godsamme man. Ren weg voor je leven. Wat? Dit mag ik niet. Wacht, vriend. Wow. Hey. Ik ben dubbel jouw level. Laat mij fucking weggaan. Juist, dankjewel. Loop ernaast, komt het nog niet. Meen je die? Gewoon even serieus, meen je die? Ach, godsam. En die gas hier komt hij eens voor. Zijn komt hij er al s'nachts al alleen voor of zo, weet je? Zoiets kuts. Dan moet ik hier dus weer s'nachts terugkomen. Daar heb ik eigenlijk helemaal geen zin in, want ik wil nou eventjes nu gewoon eventjes pompen met de serie. Weet je, dat ik gewoon goed doorheen ga. Gewoon goed voor aflevering opnemen. Dat lijkt mij gewoon chill om te doen, maar ja. Ik wil eigenlijk ook wel heel graag die gas, dus dat is een beetje een probleem. Dus dan moet ik even zien wat ik daar ga doen. Waarschijnlijk ga ik gewoon doorlopen, weet je, van een YOLO. Komen we vast wel ergens anders een keer tegen. Dus ja, Bellsprout en Spinmanier. Nou, ik ga toch echt wel wisselen van Pokémon. Aangezien ik vuur heb en dat gras is. En het is de eindbattle hier. Dus het boeit niet heel veel. Of boeit niet heel veel. Het is juist de belangrijkste battle. Dus moet ik even goed afhandelen. Goed afhandelen. Ik hoop dat dit nog steeds een one-hit kill is. En het is nog steeds een one motherfucking hit motherfucking kill. Zeker weten. Dus ja. Switch de Pokémon. Laten we hoogroute tegenover zetten. Ja, dat is wel grappig. Als soort uitmoord, weet je. Dat is gewoon een bam bam bam. Coole actie is dat. Waarschijnlijk gaat hij precies hetzelfde doen als ik ga doen. Eerst in slaap doen. En oh, die is level 10. What the fuck. Slapen. Oh. 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 Really? Nee. Hoe scheef ben jij? Echt, hoe scheef ben jij? Joris. Echt twee keer mis en hij meteen, hè. Oh man, dan kan ik zo boos op. Hij heeft pack. Dus zijn weer mij op level 10 ook pack. Dat voel ik gewoon aankomen. Een straight shot. En bam. En nou mag jij lekker open is. Lekker voor je mist dan. Ik doe echt fucking weinig, hé. Ja, oké, dood. Dat verwacht ik al. Nou, jammer. Dan is hij maar dood, weet je. Fuck die shit, yo. Tja. Oh, goed, slaap de Zuko Go. Zuko is gewoon echt mijn schatje van deze serie. Het wordt echt de baas boven de baas. Ik vind Zuko nu wel awesomer dan mijn shiny Charmeleon Charizard van Fire Red, weet je? Dat sowieso. Ja, nou, het was gewoon shiny, dus, oh, hij is speciaal. Maar ik gebruik hem voor mijn gevoel. Als ik nu terugdenk, gebruik ik hem super fijn. Deze die gebruik ik gewoon lekker chill nu. Waarschijnlijk gebruik ik die andere in het begin ook super chill. Maar ik deed het einde ook zo minder gebruiken, maar... Switch Pokémon, of course. Toch, wat kan er allemaal misgaan? Ik kan doodgaan. Ja, dat kan misgaan. Of in het spel. Ik het echt. Ik kan nooit in het echt doodgaan van het spel. Hoe zou dat dan moeten gebeuren? Ik bedoel, ik heb geen idee hoe. Mijn is slaap trouwens. Je moet even wisselen van Pokémon. Go. Ja. En go Zuko. En go Zuko. Dat is wel een heel gevaarlijke aanval. Ja. Dat is wel heel gevaarlijk. Ja, het is nu dood, toch? Je bent dood, hè? Ja, je bent... Ah ja, hij gaat gewoon door. Hij is gewoon door. Hij is gewoon...
Oké, weer normale praat, Jeroen. Dankjewel. Normaal praat. Goed. Elder Lee. Zo'n zwaar Chinees naam. Lee. Hatschklakke boom boom. Oh, als ik ooit in China ga wonen en krijg ik daar een kind, en dan noem ik me hartstikke boom boom. Hartstikke boom boom. Ja, sowieso. Oh, wat is dit? Sowieso die grote kutaanval. Flash, you can... Oh. Die god van de vorige aflevering had sowieso als hij donker en had je flash nodig. Nou. Ik ben heel bang voor de berg, want daar liep je de vorige keer op vast. Wat ik ga doen, ik ga opslaan. Save. En... Save. Op de... Allemaal. Want als ik dan het verneuk, dan kan ik altijd nog terug. Weet je, als ik mijn behoorlijk save doe in plaats van load, dan kan ik het allemaal nog fixen. Dus vandaar. Escape Hope. Use. En het werkt. Ik dacht heel leven hij gaat blijven hangen, maar hij werkt gewoon. Zwaar chill. Ik denk wel, oeh, dit gaat wel heel lang duren. Hij loopt vast. Jij hebt sowieso het heel nuts te vertellen, anders zou je met mij battelen. Snow, the poker also allows you to... Goed, dat was mijn vader, ik kwam binnen, weet je, de YOLO. Nou. Dit weg hier zo, op plots, nots. En dan zijn we gewoon op het einde. Gewoon aan een beetje mooi tijdje van de video. Dus vond je dat leuk, even een blauw duimpje omhoog. Hoop ik jou de volgende keer weer. En dan zeg ik, later.